Hallo, wij zijn op station Zaandijk-Zaanschans om een inspirerende persoon te interviewen, Bart de Groot. Kom maar mee. Hallo. Hoi. Hi. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Bart de Groot, ik ben 21 jaar. Oké, en waar zijn we op dit moment? We zijn op dit moment in de wachtruimte bij de koffiewinkel Zuivere Koffie, op station Zaanschans. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Ja, ik heb vroeger zelf heel veel te maken gehad met psychische problemen. En toen ik daar eenmaal uit was, toen miste ik een heel stuk ritme. Ik was een tijd niet naar school geweest, ik had een tijd niet gewerkt. En eigenlijk zocht ik een soort van stageplek om weer een beetje terug te komen in de maatschappij. Toen ben ik hier terechtgekomen en eigenlijk gebleven. Uiteindelijk had ik het zo naar mijn zin dat ik hier nu voor vast ben gaan werken. Nou Bart, wat is het meest indrukwekkende dat je hebt meegemaakt? Eigenlijk is dat niet eens wat leuks. Dat is toen een van onze kandidaten die hier een tijdje heeft gewerkt, ineens niet meer op kan dagen en we hem eigenlijk kwijt waren. We hebben er alles aan gedaan om nog contact te krijgen, maar tot nu toe is dat eigenlijk niet gelukt. Hoe ga je daar dan mee om? Je probeert gewoon voor jezelf te bedenken, hey, heb ik mijn best genoeg gedaan? Heb ik alles gedaan wat ik kon doen? En zo ja, dan hangt het toch altijd af van die ander. Maar wat ik altijd heel tof vind is als er mooie contacten ontstaan. Je ziet dat de kandidaten daar heel erg van opbloeien. Dat ze weer groeien in hun sociale contacten, sociale vaardigheden. Wat raadt u mensen aan die terug willen keren in de maatschappij? Nou, er zijn denk ik twee dingen die heel belangrijk zijn. Het ene is dat je hoop houdt voor de toekomst. Dat je gelooft dat er dingen kunnen veranderen, dat het beter kan gaan. Het andere wat belangrijk is, is dat je jezelf openstelt voor andere mensen. Want als je andere mensen toelaat tot je leven, dan laat je ook toe dat zij een positieve verandering in jou teweeg kunnen brengen. Bedankt voor je tijd en voor je openheid. We wensen je succes met je werk. Dankjewel, jullie ook. Dankjewel.